Zaterdagmiddag 16 maart, omstreeks 10 voor 6 avonds, vluchtte een 37-jarige vrouw bloedend haar woning uit in Mierlo. Haar keel en polsen waren doorgesneden door haar 49-jarige partner, voor de ogen van hun vijf kinderen, variërend in leeftijd van 6 tot 20 jaar. Toen de politie arriveerde, was de vrouw al overleden. Vier kinderen raakten lichtgewond, vermoedelijk omdat ze probeerden tussen beiden te komen. De vijf kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Na een klopjacht werd de 49-jarige vriend van de vrouw gearresteerd. Buurtbewoners melden dat het om een Syrisch gezin gaat. De man zou al een jaar in het huurhuis in Mierlo verblijven, en de vrouw heeft zich afgelopen najaar met haar vijf kinderen bij hem gevoegd, waarvan sommigen uit een eerdere relatie van de man afkomstig zijn. Meer is niet bekend, zelfs niet de namen van de betrokkenen. We zien uit naar aanvullende informatie. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eervraag. Abonneer je op ons kanaal onderzoek eervraag op YouTube.